comments van de YouTubers. Ja, kennen me nog? Ik weet, het is al een tijd geleden dat ik nog een normale video heb gemaakt. Want ja, de laatste maanden heb je alleen maar die oude video's gezien. En nog wat, ja, on-rides. Ja, ik hoop dat je de goede on-rides vindt. Maar in ieder geval, welkom bij deze nieuwe video. En vandaag zijn we bij een nieuwe reactievideo. De allerlaatste wel. Want de Bos-serie hebben we kan op alles gereageerd. En we gaan nu op het allerlaatste deel reageren. Zijn er een paar. En ja, ik ga de video niet te lang maken. Maar we zullen er maar aan beginnen. Sir. Maar wat komt er eerst? Uiteraard de intro. Oké, dus we gaan nu beginnen reageren. Zoals je ziet, het is ook al donker geworden, want winter is coming. Maar we gaan nu reageren op het volgende. In de vorige video dan was ik in het bos. En dan was ik het bos weer uitgegaan. En ja, nu, de eerste video is dus dat ik een stieke filmpje heb doorgekregen. En ja, dan kom ik iets te weten. Dus dat gaan we nu bekijken. Ik zal zeggen, let's go. Yo mensen van Black Panther. Hier, Black Panther dus. Ik ben terug uit het bos en ik ben echt fucking bang. Maar ik ben echt fucking bang. Ik heb hier nu een filmpje gekregen. Ik heb geen idee van wie, maar misschien is het wel een teken. Ik ben terug thuis, zoals ik zei. En we gaan nu de video bekijken. Binnen 3, 2, 1. Nee, ik kan het niet. Oké, je moet het doen. Ik moet het doen. Ik moet weten wat er gaande is. Ik moet fucking weten wat er gaande is. Oké, 3, 2, 1. What the fuck? What the fuck was dat? Dat was fucking Faas. Dat was fucking Faas. Hij was hier in mijn huis. Hij is de bedreiger. Hij heeft mij gewoon de hele tijd lastig gevallen. Hij heeft mij fucking kapot proberen te maken. Waarom doet Faas zoiets? Waarom doet hij zoiets? Waarom doet hij? Mijn leven hangt hier vanaf. En iemand van mijn vrienden heeft me gewoon mij proberen te vermoorden. Nee. Iets zit hierachter. Er moet iets achter zitten. Jongens, geef een like als je het leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. En ik zeg, laat. En dat was een eerste, ja. Zie kort. En de volgende is ook kort, hè. Dus je hebt gezien, ik heb een filmpje binnengekregen waarin stond dat Jonas de killer was. Wat eigenlijk niemand verbaast, ja, iedereen zag natuurlijk dat Jonas was. Hè. We gaan direct door naar de volgende. En dan ga ik bellen naar Jonas om te zeggen van, ja, hey jongen, jij hebt me proberen kapot te maken en dan ga alles ontkennen. Dus, let's go! Yo mensen van Black Panther. Hier Black Panther dus. Met andere woorden, Jens Govaerts. En ik heb het raadsel gevonden. Ik heb het fucking raadsel gevonden. Faas was de fucking dader. En ik ga hem nu eens een keer goed zeggen wat er gaande is. Oké, we gaan nu. Ja, jij zei het dus. Jij hebt mij proberen te kapot te maken, hè, jij. Wat ik bedoel, je weet het goed genoeg. Jij hebt achter in dat fucking bos mij proberen te vermoorden met een mes. Hallo? What the fuck is dit, ja? Mensen, like deze video als je er tegen bent dat hij liegt. Dat hij fucking liegt. Maar, serie,
afgelopen. Het is afgelopen. Ik stop er voor eeuwig en altijd mee. Ik stop met raadsels op te lossen. Ik ga verder met mijn onderzoek. En ik zal het nooit opgeven. Later. En dat was het volgende weer. Ik had dus naar me gebeld, ontkend alles. Ja, ik had even zijn nummer in beeld laten brengen, maar dat heb ik er even uitgeknipt, want dat is niet de bedoeling. Dat iedereen zijn nummer weet. Maar nu zijn we bij de allerlaatste en dan is het voorbij. Maar dit is ook wel de allerlangste. En dus ga ik denk ik wel een beetje knippen, omdat het anders misschien te lang duurt. Ik denk dat het een video is van 10 minuten. En ik doe altijd hetzelfde. Dus in dat klein bosje zit ik continu rondjes te lopen. Dus wat er gebeurde, ik had dus naam gebeld. En daarna ging ik terug naar Keerberg, naar het bos. En dan vond ik Faas. Maar dan zonder masker. En ja, hij was gestoord, stak zijn eigen neer met dat plastic mesje, dus allemaal nep. En ja, hij blijft me achtervolgen. Dus daar gaan we maar aan beginnen. Yo mensen van Black Panther, ik ben terug in het bos in Keerbergen. Ik ben een en het ander te weten gekomen. Faas is de moordenaar. Hij heeft al die tijd achter mijn rug gezeten. Hij heeft mij proberen kapot te maken. Ik heb met hem gebeld, maar... Ja, het was een flesje. Een flesje hier. Ja, godverdomme man. Oké, wat ik dus wil zeggen. Faas heeft achter mijn kloten gezeten. En ik heb met hem gebeld. Zag je in de vorige video. En hij ontkent het allemaal. Ik heb nu met hem in het bos hier afgesproken en hopelijk ga ik hem vinden. Faas, zet jij dat? Wacht, ik ga het jullie nu laten zien. Hij staat daar. Faas! Faas! Echt, je ziet echt alles daar in dat bos liggen. Het masker, het mes, mijn frak. Alles ligt daar gewoon in dat bos rondgeslingerd, jongen. Maar oké, ik duw nu Faas en ja, dan begint hem kwaad te worden. Hey! Wat? Jens, ik ben het. Jonas Faas. Wat vakket jij? Je blijft gewoon fucking zelfmoord. Nee. Ik ben weg. Hij is een monster. Hij is een fucking... Fuck heeft jij? Paas. Het is gedaan. Het is fucking gedaan. Ik loop verder. Ik verlaat het bos. Ik verlaat het fucking bos. Wat een kutplek is dit. Ik verlaat het allemaal. Waar is de uitgang van het bos? Fuck is de uitgang? Mooi. De uitgang, dat is heel moeilijk om te vinden. Hè. Je ziet elk moment zie je een uitgang waar het bos eindigt. We hadden dat echt beter in een groter bos opgenomen, want hier zie je echt dat dat maar een klein bosje is. Hoe ben ik? Mijn haar is fucking fucked up, ja. Maar... What the fuck? Het is niet waar. Jongens, daar staat hij weer. Hij is gewoon niet dood. En mijn pet. What the fuck komt hij aan mijn fucking pet? What the fuck? Nee, luister. Doe rustig. Yes. Doe rustig. Rustig. Doe rustig. Fuck. What the fuck is je probleem? What the fuck? En zo blijf ik gewoon heel de video gewoon ook even zien. De camera stelt het niet zien. Oké, ik heb een licht aangedaan, want anders stelt het niet meer zo goed scherp. Dus hopelijk is deze beter. Oké, en ja, zo blijven we dus de hele tijd rondlopen in dat bos. Hè. Maar ik ga een beetje doorspoelen, want het is continu hetzelfde. Daar is hij.
fuck. Vaas. Nee. Niet doen. Niet doen. Niet doen, niet doen. Nee. Nee, 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 nee. Doe normaal. Nee. Nee. Fuck. Fuck. Nee, ga weg. Ga weg. Nee. Nee, nee, nee. Nee. What the fuck? Vaas? Zijn wond is gewoon helemaal weg, hè? Vaas? Nee! 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 Nee, laat me gerust! Nou, laat me fucking gerust! Ik kom nu aan het einde, ongeveer, en op het einde ga ik hem nog een beetje afmaken. En dat ziet er echt grappig uit, want ik smijt hem ook gewoon letterlijk op de grond. Dus daar gaan we nu even naartoe. Waar is hij? Waar is hij? Hij is ineens weg. Ik liep van hem weg. En fucking Deo. What the f... What the fuck, jongens? Wat komt daaruit? Godverrommel. Nee. Nee, nee. Nee, what the fuck. Nee, vaas, vaas. Doe normaal. Robbie, doe. Nee, nee, nee. Nee, nee. Waarom loop je er weg? Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ga hem niet pakken. Ik ga hem niet pakken. Ik kon niet anders. Hij is niet bewusteloos, maar is wel... Mensen, het is gedaan voor vandaag. Ik stop het gewoon eens. Vaas. Wat de fuck heb jij? Wat is er gebeurd met u? Wat de fuck is er met u gebeurd? Fuck is er met u gebeurd? Ik ben dood. Dood. Jongens, ik stop ermee voor vandaag. Het is afgelopen. Doe een duimpje omhoog en ik zeg later. En hier houdt het op, mensen. Dit was de laatste reactievideo. Voor altijd eigenlijk. Ik heb nog wel heel veel oude video's, maar die ga... Ja, die heeft eigenlijk het nut niet om daarop te gaan reageren. Maar ik kan wel iets anders zeggen. Op Pretpark Lolfum vroeger hadden wij 440 abonnees. En dat was, ja, zoveel abonnees hebben we nog nooit gehad. Totdat het kanaal verwijderd werd. Onbedoeld. Maar daarom heb ik iets leuks bedacht. Voor de 440 abonnees, als we 440 abonnees halen nu, dan hebben we een special voor jullie. Allee, het is niet echt een special, het is meer, ja... Ik ga een compilatie maken. Van alle video's die dat ik heb gemaakt, al van 6 jaar geleden tot we met YouTubers begonnen zijn. Daar ga ik een compilatie van maken, dus alle video's die je niet meer op het kanaal kunt terugzien. En sommige zijn er ook nooit geweest. Maar zo, echt zo de allereerste video die ik op YouTube heb gezet. Zo dat soort dingen. En ja, dat ga ik dus doen dan. Oké, dat weten jullie dan nu. Dus als we 440 abonnees hebben, dan komt die online. En ondertussen zeg ik nu tot de volgende video. En later.